welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen vandaag met president Zelensky van Oekraïne. Die hield vandaag namelijk via een livestream een toespraak voor studenten in Den Haag. En dan denk je al dat die man daar tijd voor heeft. Maar na afloop kregen studenten ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen. Meneer Zelensky, die aantallen van die burgerslachtoffers, moeten die ook leren voor het tentamen? En na die vragen mocht hij nog niet weg. Can we take one more moment of your time for a selfie? So, can I ask everybody to stand up, turn around, get your phones ready, and I'm going to count down to the selfie, okay? 3, 2, 1. Oh, wauw. In deze tijd had Zelensky 8 drones en een F-16 kunnen regelen. Maar nee, de studenten moesten op de foto met het scherm waarop hij te zien was. Wat de fuck? Trouwens, sorry, wacht even. Ik moet even een selfie nemen met Beyoncé. Wacht even hoor. Kunnen we eventjes... Ja, dankjewel. Sorry hoor. Oh my god, ik sta op de foto met Beyoncé. Oh my god. Snel, maak een foto van je tv. Hoe vaak zie je iemand op de foto gaan met Beyoncé? Dan kan jij nu mee op de foto. Oké. En dan? Ja, het is nog precies 70 dagen en 9 uur tot de verkiezingen. Dus hoog tijd voor... Avondshow, campagne, lasagne. Met de allerlaatste campagnenieuwtjes. En we beginnen bij het NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Want die presenteerde vandaag een nieuwe woordvoerder. Kijk, hun woordvoerder was deze vrouw, Nicolien van Vroonhoven. Maar vanochtend liet zij weten dat ze het woordvoerderschap overdraagt aan ene Onno Aarden. Hè, mooi dat hij ons team komt versterken. Ja, supermooi. En Onno Aarden die had er zin in. Kijk, zoveel zin om vanaf vandaag het woordvoerderschap van Pieter Omtzigt op me te nemen. Nieuw sociaal contract is nog maar net begonnen. Op naar Den Haag. Nou, op naar Den Haag. Lekker die energie, hè. Maar een paar uur later zei hij ineens, in goed overleg met Pieter Omtzigt, zojuist besloten dat het beter is dat nieuw sociaal contract een andere woordvoerder krijgt. Wat? Hij is niet eens een hele ochtend woordvoerder geweest. Nou, wat is er gebeurd? Er zijn in die paar uur zijn er oude tweets van Aarden opgedoken. En oud is in dit geval niet dat hij in 2007 twitterde dat hij bij de SS wilde of zo. Nee, het is een tweet van een half jaar geleden. Hier, Aarden noemt de BBB een gezwel dat de kwetsbare democratie van binnenuit kapot vreet. En ik roep dat ook wel eens op feestjes, tuurlijk. Maar als woordvoerder van een politieke partij is dat nee, misschien niet zo heel handig. Dus zei Omtzigt ineens, voor de komende tijd is Nicolien van Vroonhoven mijn woordvoerder. Die het dus tot 7 uur vanochtend ook al was. Kortste sabbatical ooit. Nicolien, heb je fijne vakantie gehad? Ja, wel iets minder gelezen dan ik wilde. Wel. En dus ook een vervelende dag voor Omtzigt, want voor de lunch stond hij er al zo bij. Dat waren 2 fantastische uren voor de woordvoerder. Ja. Leuk, hè, een eigen partij. Leuk. Ja. Jij wilde dit. Maar hij is dus weer terug bij af. Dus de sollicitatie staat weer open. Waar ben ik aan begonnen? Ik wil naar huis. Nou, Pieter, heel veel sterkte. Vergeet trouwens niet om ook een lijst te maken met 50 Kamerleden. Oeps, oké, volgende. Even snel dan Forum voor Democratie. Die moeten ook aan de bak, of misschien wel in de bak. Want een van hun Kamerleden wordt vervolgd door het OM. Gideon van Meijeren, het Openbaar Ministerie, vervolgt het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. In een persbericht laat het OM weten dat het een 35-jarige man uit Den Haag gaat vervolgen voor 2 gevallen van opruiing. Ja, 35-jarige man uit Den Haag. Zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ja. Nou, we zien wel hoe dit afloopt, maar 1 ding is zeker, wordt vervolgd. Gideon van Meijeren dus. Die wordt vervolgd. En dat wordt vervolgd. Nou goed, je begrijpt het. Volgende. Partij voor de Dieren bestaat 20 jaar en dat jubileum grijpen ze aan voor een partijbrede ruzie. Echt, iedereen mag meedoen. Kom erbij, kies een kant, heel veel succes. Nou, hoe zit het? Je hebt team Ouwehand en team Bestuur. En in team Bestuur zit vooral het bestuur. En in team Ouwehand zit de rest. Een grote groep politici van de Partij voor de Dieren zegt het vertrouwen op in hun partijbestuur. Het gaat om 185 vertegenwoordigers uit de lokale politiek. 185, dus
iedereen die wel eens een hond heeft geaaid of gezien, doet mee. En de lokale fractievoorzitters, 23 van de 29, zijn team Oude Hand. Net als 15 van de 16 waterschappen. Er is dus maar één waterschap dat kiest voor het bestuur. Dat is het waterschap Fuck Esther Oude Hand en Maas. Nou, hoe dit gaat aflopen, dat weten we niet. Ik zeg Gideon van Meijeren. Ik bedoel, sorry, wordt vervolgd. Sorry. En dit was... Avondshow, campagne, lasagne. En dan, ook nog dit. De hittegolf is voorbij, dus we kunnen ons nu echt gaan richten op carnaval. Want, ja... Want daar is nu alweer gedoe over. Basisscholen die carnaval vieren, die moeten een week extra krijgen voor de doorstroomtoets in groep 8. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. De Haagse politiek wil zo voorkomen dat leerlingen de voormalige CITO-toets rond carnaval moeten maken. Ja, de CITO-toets, die tegenwoordig de doorstroomtoets heet, staat gepland in februari. Maar voor het zuiden is dat dus niet heel handig. Dit is hoe het er de tweede week van februari in menig klaslokaal aan toe gaat in het zuiden. Oh, maar kun je toch een pech hebben met je geboorteplek? Ik bedoel, was ik daar maar geboren, hè? Oké, nou. In het zuiden willen veel scholen de toets niet in de week voor carnaval doen, want... En ik wist dit ook niet, maar in de week voor carnaval, dan is het op die scholen eigenlijk al carnaval. In de week voor carnaval zijn er op veel scholen allerlei feestelijkheden, ook hier. We hebben dan activiteiten, bijvoorbeeld gekharendag, pyjamadag. Ja, toen ik op school zat was het elke dag gekharendag en pyjamadag. Maar ja, dat noemden we gewoon de jaren 80. Maar voorafgaand aan carnaval zijn er dus al allemaal activiteiten. En volgens carnavalshistoricus Rob van der Laar zijn er ook nog eens diverse voorfeesten. Voorfeesten? Maar hoe vier je een voorfeest? Moet je dan een... de hele tijd een beetje inhouden of zo? Er is een paard onderweg naar de gang. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Nee, dat hoor je morgen. Een van die voorfeesten is bijvoorbeeld in Valkenburg. Daar wordt op donderdagavond al afgetrapt met het ouwievigbal. Met buitenbuffetten, licht, geluid en podium. Het klinkt gewoon alsof je geen artiest hebt geregeld. Give it up voor het podium! Ze willen die toets dus niet in de week voor carnaval. En daarom vroeg een aantal Limburgse gemeentes een paar maanden geleden al of die toets verschoven kon worden. Maar ja, toen was Dennis Wiersma nog minister. En dat was niet zo'n flexibel type. Dus de strekking van zijn antwoord was: verplaats carnaval maar. Nou, alles onder de rivieren. Helemaal boos natuurlijk, van Waalwijk tot Malta. En uiteindelijk kwamen ze tot een compromis. We verplaatsen gewoon Dennis Wiersma. En daar kon eigenlijk iedereen wel mee leven. Nou, nu hebben we dus een nieuwe onderwijsminister, Marielle Paul. Ik mag Paul zeggen. En wat zegt Paul? Nou, minister Paul wil de toets ook niet verschuiven. Het punt is dat die toets, dat gaat niet... want sommige mensen denken dat dat een hele toetsweek is... dagenlang daarmee bezig. Het gaat om twee dagdelen die je in twee weken kunt plannen. Oké, er zijn dus twee weken waarin je die toets kunt plannen... en die ene week willen ze niet, want dan gaan ze carnaval voorbereiden. Maar tijdens die andere week heeft het zuiden voorjaarsvakantie... En die vakantie is trouwens ook gepland door de overheid. Lekker handig. Nou, ik heb er even over nagedacht. En het lijkt een onoplosbaar probleem, maar de oplossing is simpel. Alle kinderen in het zuiden mogen dit jaar voor één keer allemaal naar de HAVO! Fuck die toets! En Oké, dan zit misschien niet iedereen op zijn eigen niveau, maar het is wel gezellig. En volgens mij is dat het enige wat jullie echt belangrijk vinden in het zuiden. Dit was vandaag. Straks nemen we een flinke overdosis vitaminepillen. Maar eerst nog even rustig. Na Flexol Allesreiniger is er nu Paar Dingen Reiniger. Paar Dingen Reiniger van Flexol reinigt met gemak je deurklinken, vensterbanken, ventilatieroosters, kookwekkers, rummikupsteentjes en sleutelbakjes. Maar verder dus niks. Paar Dingen Reiniger van Flexol. Precies 8 dingen schoon in een handomdraai. Klik op de link en kijk hele afleveringen terug op NPO Start. Mijn oma die keek ook altijd NPO Start en die is 96 geworden. Tuurlijk, dat is anekdotisch bewijs, maar je kan het ook niet negeren. Maar...